Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. Waar is mama? Ik ben mama kwijt. Ik ben uit de boom gevallen. Mama kwijt van Chris Horton is uitgeroepen tot prentenboek van het jaar 2012. Ja, dat zijn heel eenvoudige tekeningen. Het gaat over een klein uiltje dat uit zijn nest valt en mama kwijt is. Kom, dan gaan we zoeken met z'n allen. Ik weet het, is jouw mama groot? Dan heb ik een idee. Ik weet waar jouw mama is, kom maar met me mee. De bedoeling van voorlezen is kinderen kennis te laten maken met taal, plaatjes, beeld en dan daarbij de combinatie en dat ze op die manier de woordenschat wat uitbreiden. Maar ze zijn zo jong. Ja, maar ze beginnen al heel jong te brabbelen. Zoals als ze in de box liggen of in de kinderwagen of wandelwagen beginnen wij zelf ook al te brabbelen en dat doen ze na. En dat is een goed voorbeeld. Daar is die al gevallen. Ja. Zomaar uit nest. Boing, boing. En dan rolt hij nog verder. Even kijken. Ja hoor. En dan gaan we kijken hoe het verhaaltje verder gaat. Daar beginnen de lettertjes pas, hè? Dus dan kan ik pas lezen. Gaat het wel? Vraagt Eko. Mama is geen haas, al zou het van mij wel mogen. Mijn mama die heeft grote ronde ogen. De stichting Lezen die dat opgezet heeft en ik meen dat in 2004 de eerste voorleesdagen, landelijke voorleesdagen waren. En ja, dat stimuleert natuurlijk bibliotheken en boekhandels en leidsters van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen heel erg om daar al mee te doen. Ja. Wordt ook landelijk materiaal beschikbaar gesteld. Waar is mama? Ik ben mama kwijt. Ik ben uit de boom. Landelijk is het vanaf 2004, maar ja, voorlezen deed ik van tevoren al. Dus vanaf de 18e ben ik met het project nu al bezig en er zijn iedere dag komen er toch wel ouders met het inschrijfformulier wat op het foldertje staat, wat ze ook meekrijgen, komen ze terug en nou, dan kunnen ze kinderen gratis aanmelden. Ja, kun jij lezen? Een boekje. Maar jij ook een boekje? Nou, dan geven we jou toch ook een boekje. Het is een boek zoals de meeste prentenboek met een herhalingselement erin. Dat kleine uiltje valt uit nest en er moet geholpen worden met een goede mama te zoeken. En dan, ja, natuurlijk is dat na een aantal omwegen vinden ze dat wel, het moet ook goed aflopen. Maar een aantal keren mislukt het en nou ja, op die manier kun je de kinderen dan toch wel boeien. Daar is mama, ik was mama kwijt, nooit had ik dat durven dromen. Prettig dat we het net eens met de voorleesdagen nou op die 10 dagen toch ongeveer een 300 peutertjes en kleutertjes in de bibliotheek gehad hebben. En ik val nooit meer. En hij valt echt nooit meer. Lees het verhaal dus 2 of 3 keer voor terwijl ze hier zijn. Want het is de bedoeling dat ouders dat overnemen. En als die kinderen maar enthousiast genoeg thuiskomen met het verhaal van mama kwijt, dan willen die ouders wel eens komen vragen, wat is dat toch met die mama die kwijt is? En hij valt echt nooit meer. En ik val nooit meer uit de bomen. Bedankt. Zet maar weer een keer. Tot de volgende keer allemaal. Ja, bedankt.